stage gelopen in Schotland bij de Environmental Research Institute in Virzo. Mijn opdracht was het opstellen van een methode om PAX aan te kunnen tonen in touw afkomstig uit plastic soep in de oceaan. Deze PAX of polyaromatische koolwaterstoffen zijn verontreiniging die voornamelijk uit de oudste auto's, tabaksrook, vulkaanuitbarstingen komen en het is een onderdeel van ruwe olie. Mijn tweede opdracht was het in kaart brengen van de opnamesnelheid van deze PAX door plastic en met name plastic touw. In Schotland woon ik in Castletown, bij Heather. Samen met mijn huisgenoot Josh heb ik veel gesurfd, bier gedronken en delen van het mooie Schotland ontdekt.